Nou, er zijn mensen die er ongelooflijk van lijken te genieten. Zo'n man zit naast je. Ik zei al, de zanger van dat grote, niet te vermijden dans- en showorkest. Laten we eens even kijken naar wat hij niet lang geleden in een ander televisieprogramma deed. Wherever I lay my head. That's my home. En Louis, ik heb dat helemaal gezien. Zo gaat het nog een poosje door met deze engene in het publiek. Hè? Ja, dat gaat bij verrassing. Want zoals je gezien hebt, pak ik niet de een die het verwacht, maar de ander. En dat zo drie keer. En want dat zagen we niet helemaal, zoals Peter zei, met alles erop en eraan? Nee, dat doe ik niet echt. Nee, ik zoen ze op de wang. Een beetje met de hand, wat ze net voordeed. Maar nu, u waren dit soort te zien vriendelijke en aantrekkelijke dames. Je zou ook wel eens ergens zingen dat je in velden of wegen niemand kunt ontdekken die je wilt zoenen. Hoe doe je dan? Nou, in dit geval is er geen overleg. Nee, ik doe dat zo'n beetje drie keer in de week. En, binnen... Je kust drie keer in de week? Ja. Drie keer in de week, het is in het theater en dan... Binnenkort in de Kleine Comedie 10 keer achter elkaar, dus dat is 3 maal 10 maal 3. Ik voel de bed gaan. En, maar ik overleg dus niet, want het is zo'n man die dat doet. Je hebt de liedjes erop uitgezocht ook, die gaan er allemaal over. Nou, het nummer wat ik zing, dat is Wherever I Lay My Head, waar ik mijn hoed neerleg. Ja. Of waar ik mijn hoofd te rusten leg. Zijn er wel eens dames die daar geen genoegen mee nemen, die later verhaal komen? Dat is nog niet gebeurd. Nee. Je zag een klein beetje dat ze er... Zo is wel genoeg. Ja, ja, ja. Die hand, ja, ja. Zo. Die hand. Zo is wel genoeg. Maar niet na afloop iemand die woedend bij je kwam? Nee. Nee, geen zin. Nee. En ook niet die visitekaartje kwam geven van... Hier woon ik. Nee, het is de act zoals je hem gezien hebt. En, Maar ook heren natuurlijk, hè. Niet alleen de dames, maar... Je pakt de heren ook. We pakken de heren ook. Ja, ja. Geen verschil.